regeling. Een stukje over de schildklier, insuline, glucagon, alvleesklier dus. En de bijnieren, adrenaline. Mooie les. Wat is er eigenlijk met deze vrouw aan de hand? Zo'n enorme keel, krop, gezwel. Eerst wat over de schildklier. De schildklier die staat onder invloed van de hypofyse. Met dat TSH releasing factor. Dan moet je eigenlijk het filmpje kijken van de hypofyse hiervoor gemaakt. Er is jodium nodig voor de aanmaak van het schildklierhormoon thyroxine. Er zijn wat meerdere type hormonen, T4, T3, heb je wat jodium voor nodig. Omdat niet altijd in het drinkwater jodium zit, heeft de Nederlandse regering besloten om het jodium in zout te doen. Want iedereen eet zout, althans dat was de gedachte, want iedereen eet brood. En daar zit zout in. Dus daarom is het heel erg belangrijk om brood te eten. Tegenwoordig zijn er hele hypes gaande om minder brood te eten. Kijk dan dus enorm uit, want voordat je het weet krijg je te weinig jodium binnen. En dat is geen pretje. Thyroxine zorgt dat de verbranding in de cellen plaatsvindt. Dus het regelt de verbranding. En bij verbranding komt energie vrij. Dus als je een persoon bent die te veel thyroxine maakt, dus een te hard werkende schildklier, zeggen ze ook wel eens, dan heb je dus erg veel energie en ben je dus een soort stuiterbal eigenlijk. Je hebt erg veel energie, zeker geen koude voeten, lekker warme voeten. Je bent een beetje opgelaten en je hebt ook personen die een te langzaam werkende schildklier hebben. Die hebben dus minder energie. Zijn dus erg moe, weinig puff, zeg maar. Hebben het ook snel koud, dus dat is nogal een verschil. Maar thyroxine regelt ook, en met name bij de kleine kinderen, de groei en de ontwikkeling van het benenstelsel en het centraal zenuwstelsel. Maar bij kinderen dus. En dat betekent dus ook dat als zij te weinig thyroxineproductie hebben, dat het heel belangrijk is om dat op tijd te ontdekken. Ja, want je kunt het gewoon ook innemen, dat hormoon. Want ja, je ziet het centraal zenuwstelsel wordt geregeld en de ontwikkeling van het benenstelsel en dergelijke. Dus die kinderen die lopen dus gewoon enorm achter als je niet uitkijkt. Het is handig om dat snel te ontdekken. Hier zie je nog een heel klein stukje over die hypofyse. Maar wat thyroxine dus eigenlijk doet, is dat als die thyroxine geproduceerd wordt, dan remt het dus ook de hypofyse. Hier staat het netjes bij met de remming, maar dat is dus een minnetje. Het remt de hypofyse en het remt de hypothalamus. Dus als er genoeg is, dan remt dat de productie weer. En dat is erg belangrijk, want als je dus te weinig jodium hebt, dan wordt er dus geen thyroxine gevormd. En als er geen thyroxine wordt gevormd, dan valt dus de remming weg. En dan blijft de schildklier dus gestimuleerd worden. En die reageert daar dus op door enorm te groeien. Dus deze mevrouw, die heeft waarschijnlijk geleefd in een gebied waar er weinig jodium was. Dus bijvoorbeeld geen jodium in het water bijvoorbeeld. Even over de alvleesklier en de bijnieren. Eerst even de alvleesklier. Dat is eigenlijk een dubbele klier. Het is een exocrine klier en een endocrine klier. Waarom is die exocrine? Nou, hij heeft namelijk een afvoerbuis naar de 12-vingerige darm. En hij maakt daar alvleessap. In het hoofdstuk vertering gaan we daar verder op in. Het is ook een endocrine klier, want hij geeft ook hormonen af. En hormonen worden aan het intern milieu afgegeven, aan het bloed. Dus het is ook een endocrine klier. Dus, later leer je er meer over als je hier ziet een afgebonden alvleesklier. Maar dan kan die nog wel zijn hormonale werking hebben. Want dat gaat gewoon door. Alleen zijn verteringswerking naar de 12-vingerige darm gaat er niet door. Bijniermerg, hier zo. Zo'n plakje op die nieren, twee kanten. Bijniermerg, je hebt de twee delen. Schors en merg. Bijniermerg maakt adrenaline. En bijnierschors maakt cortisol. Cortisol is ook wel het stresshormoon. Stresshormoon is eigenlijk als je langdurig eigenlijk onder de stress komt, is dat niet goed. Het remt namelijk het afweersysteem. En
Nou, dat is natuurlijk niet best. Je wordt dus sneller ziek. En bovendien verhoogt het glucosegehalte van het bloed. Dus eigenlijk net als glucagon, kom ik straks op. Maar nu eventjes over adrenaline. En dat wordt dus ook gemaakt door de bijnieren. Adrenaline is echt wel iets waar je een soort van verslaafd aan kan raken. Adrenaline kick, super gaaf in een achtbaan. Of nou ja, parachute gaat springen of skydive of bungee jump of wat dan ook. Nou, dan merk je wel wat adrenaline is. Adrenaline is een soort rush waar je in komt. Het doet van alles. Het wordt ook wel het schrikhormoon genoemd. Fight or flight hormoon. Adrenaline zorgt namelijk voor plotselinge toename van glucose in je bloed. Bam! In één keer een boost energie. Overal beschikbaar. Het vergroot je paraatheid. Ja, het vluchten of vechten dus. Pupil vergroot ook. Zodat je dus meer prikkels op kan vangen. Wel minder scherp, maar wel alles. En dat hoeft verder niet scherp te zijn. De ademhaling, de hartslag nemen toe. Echt, je bent helemaal klaar om te vechten of te vluchten. Bloedvaten die verwijderen natuurlijk naar de spieren en de hersenen. Niet natuurlijk naar het voortplantingsstelsel en het verteringsstelsel. Maar daar kom ik ook op een ander moment op terug. Hoe dan ook, andere organen krijgen natuurlijk remming, zodat alle energie beschikbaar is voor spieren en nadenken. En hier zo zie je ook zo'n pupil die vergroten. Zo kan die meer opvangen, alleen de scherpte, diepte en dergelijke, dat verandert wat. Goed, eventjes over die alvleesklier. Die maakt namelijk insuline en glucagon. Dat zijn twee hele belangrijke hormonen, want die regelen het glucosegehalte van het bloed. En dat spul dat wordt geproduceerd in bepaalde cellen. En die cellen die noem je de eilandjes van Langerhans. En die zitten in de alvleesklier. Het suikergehalte van het bloed dat moet zo rond de 0,9 gram per liter blijven. Oftewel ongeveer 5 millimol per liter. En een gezond persoon heeft een schommeling van tussen de 4 en de 8 millimol. Die 8 die wordt dan wel veroorzaakt door eten. Dus het is niet gezond als je 8 millimol per liter hebt. Als je niet gegeten hebt, zeg maar. Dus als je gewoon in rust bent en je krijgt denk ik 8, dan is het mis. Maar er is wel schommeling dus. Insuline, die zorgt voor verlaging van het glucosegehalte in het bloed. Dus als je eet en het glucosegehalte gaat omhoog, dan moet er dus op een of andere manier insuline gespoten worden door een suikerpatiënt. Insuline is dus bij het eten. Eigenlijk vlak voor. Je zorgt met het altijd een beetje voor. Maar hoe dan ook, insuline zorgt voor verlaging van glucose. En glucagon, het andere hormoon, zorgt voor verhoging van glucose. Dus als je aan het sporten bent, nou, het glucose wordt verbrand. En dan gaat het onder de normwaarde. En dan moet het verhoogd worden. Dan moet je de glucose weer vrij zien te krijgen. Nog eventjes, de beta-cellen in de alvleesklier, die produceren insuline. En de alpha-cellen, die produceren glucagon. Nou, hoe verlaagt of verhoog je het glucosegehalte eigenlijk in het bloed? Nou, even een simpele voorstelling. Dit is een glucosemolecuul. In je bloed kan het glucose, bijvoorbeeld het glucosegehalte, een beetje omhoog gaan. Als dat te hoog wordt en het komt boven die normwaarde uit, dan moet er wat gebeuren. Dan kun je dat omzetten in glycogeen. En glycogeen is dus eigenlijk niks anders dan aan elkaar geknoopte glucose. Ziet er wat ingewikkelder uit. Het is een soort spinnenwebachtige structuur. Maar glycogeen kan je dus opbouwen en afbreken. Is er meer gekozen? Nou, dan ga je dit hele netwerk opbouwen. Overal knibbel je of bouw je wat aan. En al die uiteindjes bouw je wat aan. En zo kun je dat zeg maar doen. En dit spul zit in de lever en in de spiercellen. En is dus uit het bloed gehaald. Dus de osmotische waarde van het bloed kun je dus als het ware garanderen op deze truc. Dus glucose in het bloed, als dat te hoog wordt, dan wordt de osmotische waarde dus gevaarlijk hoog. Dus daarom moet het uit het bloed en moet het naar cellen toe. Even de hormonen die daar een rol spelen. We hebben dus glucose en dat kun je omzetten in glycogeen. Insuline zorgt voor de pijl naar beneden. Is er dus glucose, veel glucose, heb je insuline, dan wordt glycogeen geproduceerd. Is het boeltje hier een beetje leeg, het is een evenwichtsreactie, dan dreigt het te laag te worden onder de normwaarde. Glycogeen,
kan ook omgezet worden, en dat gaat onder invloed van glucagon, weer in glucose. Zo simpel is het. Is het opbouwen of is het afbreken van glycogeen? Nou, even voorstellen hoe dat dan gaat. Glucose gehalte van het bloed gaat stijgen. Je bent lekker aan het smikkelen en je doet verder niks, geen verbranding. Dus het glucose gehalte gaat stijgen en komt boven de normwaarde uit. De eilandjes van Langerhans die maken dan, en de beta-cellen, veel insuline. En in de lever en de spieren wordt glucose dus omgezet in glycogeen. En het glucosegehalte van het bloed daalt daardoor. Het daalt natuurlijk weer onder de normwaarde. En als dat onder de normwaarde is gedaald, dan krijg je een andere reactie. De eilandjes van Langerhans die gaan dan veel glucagon produceren. En dat doen de alfacellen. En in de lever en de spieren wordt glycogeen vervolgens weer omgezet in glucose. En daardoor stijgt de glucose en zijn we weer terug bij het begin. Maar hoe gaat dat dan eigenlijk, die opname van glucose? Hier zo zie je een detailopname van de cel. We zijn hier bij al die bolletjes buiten de cel. En we zijn hier in het blauw in de cel. Het celmembraan is de barrière waar we zitten. Glucose, de paarse bolletjes, die zitten buiten de cel. En als dat hoog wordt, dan wordt de insuline geproduceerd. Dus dan komt er in het bloed ook insuline vrij. Insuline die moet vervolgens gaan binden aan een receptor. In de membranen van de cellen zitten receptoren. Dat kennen we weer uit een ander lesje van deze reeks. Om glucose transporteiwitten in de membraan te verkrijgen. Dus zodra dit bindt, gaat er op een of andere manier deze glucose transporteiwitten gaan dan naar het membraan toe. Ik laat het hier zien. Hier zo zie je dat. Dus insuline is gebonden, er wordt een signaalkaskade op gang gebracht. Nou, dat hoef je echt niet aan je hoofd te kennen. Maar er gebeurt het een en het ander in allerlei veranderingen in die cel. Die signaalkaskade die zorgt uiteindelijk ervoor dat deze blaasjes met glucosetransporteiwitten daarin worden vervoerd naar het membraan. En deze transporteiwitten komen dan vervolgens in het membraan te zitten. En deze transporteiwitten die laten vervolgens de glucose door naar binnen. Zodat buiten de cel glucosegehalte weer gaat dalen. En dat ging dus onder invloed van insuline. Super cool toch? Hartstikke mooi systeem. En in die cel kan vervolgens dus glycogeen gebouwd worden. En dat heeft niet zo'n hoge osmotische waarde. Dus in de cel gaat het goed. Nou, heb je nou suikerziekte, dan is dat vaak een insulineprobleem. Er zijn trouwens twee typen, kom ik zo op. Maar wat gebeurt er dan? Dan blijft die suiker dus als het ware in het bloed. Op wat voor manier dan ook. Het blijft in het bloed. Daardoor kun je echt een heel erg hoog glucosegehalte krijgen. En dat is zeer, zeer gevaarlijk. En zelfs dodelijk. Als je echt een acute aanval hebt van heel hoog suikergehalte, dan gaat het helemaal mis. Echt zeer gevaarlijk en dodelijk. Dus suikerpatiënten zullen altijd moeten prikken. Hun glucosegehalte zullen ze moeten meten. En daarop passen zij de hoeveelheid insuline aan. En meestal leren ze dat wel een beetje kennen. Maar ze hebben een soort basisvoorraad wel, dat ze ongeveer denken nodig te hebben. Toch is prikken noodzakelijk, want het kan echt alle kanten opschieten. En soms weet je niet eens hoe het komt. Nou, de twee typen diabetes nogmaals. Type 1, nou, je hebt net gezien hoe dat glucose naar binnen gaat in zijn cel. Het kan natuurlijk zijn dat er geen insulineproductie is. Of de insuline gewoon niet goed werkt. De insuline is niet correct. Geen insulineproductie. Foute insuline. Er is iets mis. Type 1. Ook vaak erfelijk. Bij type 2 is ook bijvoorbeeld, kan een beetje erfelijk zijn, maar kan ook een beetje door het leven komen. Zie je veel meer. Veel meer mensen hebben type 2. Kan ook al op vrij jonge leeftijd voorkomen. Als je bijvoorbeeld hele slechte eetgewoonten hebt, heel veel snoepen, kan het ook zelfs een beetje bevorderd worden om dat te krijgen. Hoeft niet, maar kan wel. Hoe dan ook, hè? Red Bull en dat soort dingen. Jongen, je bent echt zo dom bezig. Ik kan je eigenlijk nu op een briefje geven. Drink jij elke dag Red Bull? Ja, en dat soort zut die energy drinks. Ik geef je nu op een briefje de garantie dat jij diabetes type 2 krijgt. Hoe dan ook, je maakt vervolgens te weinig insuline. Dat is vaak aan de hand. Of de insuline receptoren, daar is een probleem met die receptoren. De reactie is niet meer goed. De receptoren doen het niet meer, reageren niet meer, zijn er te weinig of wat dan ook.
Hoe dan ook, toch wel twee typen. En je zult daar natuurlijk ook weer hele grote diversiteit in hebben. Eventjes heel kort door de bocht. Toch merk dat leerlingen vaak moeite mee hebben. Tijdens en direct na het eten stijgt het glucosegehalte van bloed. Ook al eet je geen suiker, je eet gewoon je maaltijd. Het glucosegehalte van het bloed stijgt. Want de vertering zorgt ervoor dat veel dingen omgezet worden in glucose. Dus eten stijgt. Tijdens het bewegen heb je natuurlijk verbranding. En bij verbranding is de enige brandstof die gebruikt wordt glucose natuurlijk. En daardoor daalt het glucosegehalte van bloed. Ook als je niet keihard beweegt, daalt natuurlijk het glucosegehalte. Omdat je natuurlijk altijd je hersenen en je zenuwstelsel en je warmte moet produceren. En je hebt dus altijd wel iets van verbruik van energie. Nou, het lichaam moet natuurlijk continu zorgen dat het glucosegehalte gelijk blijft. Je wilt nooit te hoog en nooit te laag hebben. Je hersenen moeten altijd een bepaalde hoeveelheid hebben. Dus het reageert door insuline of glucagon te produceren. Nou. Heel even over afvallen nog. Het hoort er toch een beetje bij. Ja, met al dat suiker eten en dergelijke. En glycogeen en dergelijke. Er is veel over te doen. Moet je dan wel of geen koolhydraten eten? Nou, het is wel eens handig om te beseffen. Een beetje biologische kijk. De hoeveelheid glycogeen in de spieren en de lever is eigenlijk maar genoeg voor één dag. Dus ja, het moet eigenlijk dagelijks aangevuld worden. En dat doe je dus met het voedsel. Dus pas dus op met een dieet zonder koolhydraten. Het is gewoon niet aan te raden. Het risico is dat je je lusteloos voelt. En als cellen in een hongermodus gaan staan, zeg maar, dan kunnen stofwisselingsprocessen ook vertraagd worden met als gevolg lusteloosheid en vetopslag. Dan wil ik niet zeggen dat je wat minder koolhydraten vaak moet eten. Ja, zeker vaak aan de hand bij mensen. Maar als je nou toch wil afvallen en een kleine biologisch kijkje op de zaak wil hebben, dan moet je even biologisch kijken. Welke cellen verbruiken veel energie en het liefst in rust? Want ik wil zo makkelijk mogelijk afvallen. Welke cellen verbruiken? Nou, we weten hersencellen, die maakt niet zoveel uit als je nou hard rent, droomt, slaapt, bezig bent, weet ik veel. En spiercellen. De spiercellen verbranden mega veel, ook al doen ze heel weinig. Je moet het zien als een dikke, vette SUV, vette wagen bij het stoplicht die niet rijdt. Onwijs veel verbranding. Die tank die gaat alsnog leeg, ook al doet die auto niks. En er staat naast je een 900cc, weet ik veel wat voor een smart of zo. Die verbrandt niet zoveel. Die tank die gaat niet leeg. Jij moet gewoon zorgen dat jij die SUV wordt. En je verbrandt echt gigantisch veel energie. Dus eigenlijk is het gewoon heel erg slim om een beetje spier te creëren. En dan kun je eigenlijk gewoon eten wat je normaal eet. Ja, niet te veel natuurlijk, maar gewoon gevarieerd eten, niet te veel. En je valt af. Veel makkelijker dan gaan hardrennen als je 20 kilo te zwaar bent. Noem maar wat. Beweeg trouwens wel goed hoor, maar spier creëren is makkelijker. Goed. Mijn tip over afvallen. Tot zover.